50 meter rugslag bij de mannen. Big final, the men's 50 meter backstroke. Op baan 8 van start. Op baan 1 bedoel ik voor DWK Luke Nijland. Op baan 2 voor het RTC Eindhoven en PSV Ruben van Leeuwen. Op baan 3, lane 3, van Stammer Schwimmverein, Christian Diener. Op baan 4 van de Van Stammer Schwimmverein, Karl Louis Schwartz. Op baan 5 van Aquarijn, Jesse Putz. Op baan 6, lane 6, Van Stammer Schwimmverein, Felix Wolf. Op baan 7 van de Zwem- en Poloclub Amersfoort, Jurgen Willemsen. En op baan 8 voor de dolfijn, Ruben Dekker. We hebben een heel klein technisch probleem. Er moet een startkast vervangen worden, dames en heren. Daar zijn we nu mee bezig. De nieuwe startkast is onderweg. Het spijt ons heel erg dat dit gebeurd is. Heren, doe even rustig aan. Ik heb even een mededeling voor de heren 100 meter vlinderslag. De officiële uitslag van de halve finale is er. U kunt zich afmelden voor de finale tot 10 uur. Ladies and gentlemen, the official result is there. Event number 20, the men's 100 meter butterfly. To stretch yourself from the finals, you have until 10 o'clock. Nou, dames en heren, we hadden Ranomi net gezien. Zij was hier actief. Ze had een hele mooie tijd op die 15 meter vlinderslag. En wilt u nu een meet and greet met Ranomi winnen, dan maak je een foto van haar auto. Als u die ziet, maak een leuke foto. En als u die foto dan op Twitter zet met de hashtag samen op weg naar Rio, dan kunt u een meet and greet winnen. De leukste auto, de leukste foto, want het is een leuke auto, die wint die meet and greet. We zien het publiek daar. Hartelijk welkom. Goeie avond. Laat je even zien. Als je op het scherm komt, een hele grote gele ploeg daar in de hoek. Jullie zijn van harte welkom hier. Jullie gaan volgens mij vanavond zwemmen in die marathon. Die 12 uur van 11 tot 11. En we wensen jullie natuurlijk hartstikke veel succes erbij. Eens kijken of er nog anderen daar. Ja, als u zich ziet, dan laat u natuurlijk even zien dat u er bent. En dat u daar uw zin heeft. Zwaai je even. Kijk, dat is een beetje de bedoeling. Het is nog even achteraf. En nog wat voorzichtig. Maar dat gaan we vandaag nog wel een paar keer oefenen. Dames en heren, het is allemaal in orde. De apparatuur is getest. We gaan verder met de heren 50 meter rugslag. En geef ze even een daverend applaus. Take your marks. Op 50 meter rugslag en daar zijn we in de finale. Het zit dicht bij elkaar daar in baan nummer 4. Carolus Schwartz nu een lichte voorsprong. Maar Jesse Putz in baan nummer 5 blijft daar dichtbij. Armlengte voorsprong nu voor Schwartz. Als op naar de muur gaan, naar het einde. Het is Schwartz die als eerste aan gaat tikken. 25-66. Tweede tijd voor Jesse Putz, 26-25. En de derde tijd is er voor Putz. De tweede tijd was voor Christian Diener, 26-11. En zo gaan we dan de officiële uitslag opmaken die u nu op het scorebord ziet staan. De winnaar van de 50 meter rugslag bij de heren. De winnaar van de Swim Cup is Carl Louis Schwartz.
En als we even kijken naar de medaillewinnaars van de Nederlandse kampioenschap, want de Swift Cup geldt ook als het Nederlandse kampioenschap, dan gaat de titel naar Jesse Putz.